Dames en heren, allemaal hartelijk welkom. We gaan het kijken naar het bloedspel. Ik hoef eigenlijk niet heel veel meer uit te leggen, maar ik zal iets van vertellen. In 1949 is het stuk geschreven naar aanleiding van de legende over het bloedwonder dat in Boksel heeft plaatsgevonden. Midden 14e eeuw. Dat heb je allemaal kunnen lezen in het boekje. Maar ik zat net te denken, ik was van de week in het dorp. En toen moest ik een plaatje van het parkeerterrein even printen. Er stond onder parkeren en een pijltje. Heilig bloedspel, ik liet er zo printen. En de jongen die mij hield, die zei, daar heb ik niet zoveel mee. Met dat heilig. Oh, ja, dat kan. Heilig bloedspel, ja. Ik zei, maar het is ook cultuur, hè. Het is ook een onderdeel van Boksel. Het is ook cultuur. Hij zei, nee, dat is aan mij niet besteed. Ik ging naar huis en toen dacht ik, jawel, het is wel aan jou besteed. Weet je waarom? Omdat jij uit Boksel komt. En als jij uit Boksel komt, dan ben je een onderdeel van dit verhaal. He, dat wil eigenlijk zeggen, als er ergens iets gebeurt, dan geeft dat invloed op de plaats waar je woont. We hebben er zelfs letterlijk een prachtige grote kerk aan overgehouden. Die grootte van de kerk heeft te maken met de bedevaartgangers die naar Boksel toe kwamen. Dus zoals eigenlijk de doorwaadbare plaats in de Dommel ooit het begin is geweest van Boksel, zo is eigenlijk dit verhaal over Eligius van den Aker een begin van de cultuur van Boksel. Dus we kunnen eigenlijk nooit zeggen dat we geen onderdeel zijn. En heilig, oké, daar mogen we allemaal een mening over hebben. Wat ik eigenlijk nog wil zeggen is dat het verhaal speelt zich af heel erg lang geleden. Het is geschreven in 1949. Maar de weg die eigenlijk een persoon aflegt, is niet zoveel verschillend met de weg die wij met z'n allen afleggen. Toen was er ook politiek tumult. Er was vroeger ook gekibbel onderling, er waren onmogelijke liefdes, er was strijd, en er was weer goedmaken en dat soort dingen. Dat heeft allemaal van alle tijden te maken. Het verhaal waar wij nu naar gaan kijken, is het verhaal van een man die dat allemaal een beetje meemaakt. Hij stoot een kelder om en denkt bij zichzelf, ik heb iets fout gedaan. Hij gaat op zoek naar de waarheid, de feiten, zijn waarheid om het recht te breien, om te kijken en zijn omgeving te overtuigen dat wat er eigenlijk met hem gebeurd is. Dat is een zoektocht die hij vroeger heeft meegemaakt, die in de 14e eeuw is gebeurd, die wij allemaal zelf ook herkennen. En ik hoop dat wij allemaal op deze manier naar het verhaal gaan kijken. En ik wens ons allemaal een hele goede reis. Dank je wel. De plekken gaan er niet uit. Al het water wordt rood. Rood als bloed. Rood als bloed, Eligius.
rood als bloed wordt al het boomwater. Nee, heer, daar kunt u mij niet mee bezwaren. Ik zal me verbergen in de kist van ijzer en begraven onder de vloer van mijn huis. En als er dan een man komt, een man die ik kan vertrouwen, en die met mij wil afdwalen tot de bodem van mijn hart, zonder mijn hart te krenken, en dan niet verbaasd zal zijn dat hij niets anders vindt dan... Heilheid, eigenduk, eerzucht en hoogmoed, dat is sinds Adam al de grond van ieder hart. Als ik zo'n man ontmoet, dan zal ik voor hem de kist van ijzer openen. Maar, heer religieus, ik heb het gezien uit het raam van mijn molen. Gij kwam uit de kerk en gij keek om me heen. Gij hield iets achter de rug voor je. Het was een doek. Je ging hem wassen in de put, want er zaten vlekken op. En toen heb je de doek te drogen gelegd in de zon. En diep na zitten denken. Niet waar? Heb jij dat allemaal gezien? Is het niet wonderlijk? Ik dacht van wel wonderlijk. Klazien, kunt gij zwijgen? Nou, niet altijd even goed. Nou, dan is dat jammer dat je me bezig hebt gezien. Maar dit is de tafelkleed. Zo rood bemorst met rode wijn. Ik heb een feest gehad gisteravond. Weet je dan genoeg? Dan begrijp ik, soms kan ik niet verzwijgen. Nog iets anders wil ik u vragen. Hebt u de deur van het molenrood gewerkt? Of het molenrad? Of hebt u benen gesmeerd aan de assen of de binden? Nee. Dan niet, dan zal het te kosten geweest zijn. De put is niet geschikt om kleding in te wassen. Er heeft iemand een pot met verf in omgespoeld of een pot met medie, al het water is rood. Oh, het is zo rood als bloed. Oh, het zal wel zakken. Alles zakt op de duur wat tijd krijgt, dat is ik. Luister, goede vrouw, wil je erover zwijgen? Ja, natuurlijk wil ik erover zwijgen. Want alles wat jij zegt is waar. En wat waar is, zegt jij niet. Klazien, blijf hier. Jij gaat dwaze dingen doen, onverantwoord. Blijf hier en dan zal ik je alles uitleggen. Laat mij dan de doeken zien. Kom mee. Oh, het is een wonder, een wonder. In de boksel is een wonder. Zwijg, wees toch stil. Oh, neem die doek uit mijn handen. Mijn handen zijn onwaardig. Maar spreid de doek van mij uit. En laat mij de eerste zijn om die doek te aanbidden. Laat haar pakken, zei gij dronken. Heel boksel moet ik horen. Maar, kom eerst met die doek naar mijn huis. Mijn man is ziek. Oh, het is een wonder. Het is het bloed van God. En God heeft boksel uitgezocht voor een wonder. Oh. Nou, dan dacht je dat ik het mijne niet weet. Ik heb een ongeluk gehad met mijn miskelk. Nu wilt jij hier neer voor die doek. Als een dwaze, een molenaarsvrouw met verstand, straks komen de mannen dan, de domme parkboeren dan, de andere vrouwen. Sta op, de kerk kan dat niet dulden. Maar, liefjes. Er is geen groter onheil over het geloof dan verdwazing over bijkomstigheden. Dit moet onderzocht worden door godsgeleerden en kerkelijke rechtbanken. En gij hebt een plicht daarover te zwijgen. Zweer dat je zwijgen zult. Men moet dit weten! Niemand mag dit weten. Gij zou het in de ban kunnen geraken als je zou spreken. In de ban? Nu zijt ge wijs. Wel, als God een wonder had willen doen, dan zal dat blijken.
En denk je eens in wat een zonde dat je zou begaan als je een eed zou breken? God, wat een last op mijn rug. En ligt dan op mijn rug. Vrouw, het was nodig voor het geloof. Als ik maar zeker weet dat het alleen is voor religieus van de aker. Eén man moet ik weten uit te schakelen als hogere macht ingrijpt. Ik heb hier niet aan mezelf gedacht. God, u heeft een wonder gedaan. Maar voor mij is het een straf. Waarom die twijfel in liedjes? Waarom die angst dat het bekend wordt? Waar ben je bang voor? Dat ze je na zullen wijzen of roepen? Hij borg haar in een ijzeren kist, met ijzeren banden beslagen. En in zijn huis onder de grond heeft hij haar daar begraven. Hij ging met een bedroefd gemoed en heeft zijn liefde gebroken. Ach, blijft zij daar altijd geheim, dan blijft zijn hart gebroken. Hier? Wat zou hij op de binnenplaats doen? In de paardenstallen misschien of bij het vee? Oh, hij zou niets liever doen dan een hele dag ploegen bij... Maar hij zou hier zijn. Geerte zei het. We kunnen rondkijken in de bijenbouwen. U dadelijk hier? Heer religieus! Heeft u al die altaardoek gekregen? Die doek die mijn moeder u stuurde? Ja. Was het geen mooie doek? Jazeker. Ik heb hem zelf geweven. Mijn moeder leerde mij weven. Ze gaat me nog borduren leren en schilderen. Ik moet van alles leren, want ik moet een jonkvrouw zijn. Oh, hemel. Heeft u hem al gebruikt aan het altaar? Ja. Mijn doek? Ja, ik heb hem gebruikt als altaarboek op het Driekoningenaltaar. Eergisteren. Hoe aardig je religieus. En gisteren? Niet. Nee, jammer. En vanmorgen? Nee. Ook niet. Dan moeten we morgen weer gebruiken, want mij maakt het niet zoveel uit. Al is het mijn eerste doek, ziet u, maar als mijn moeder het hoort... Morgen even min. Ik ga heer Willem eens zoeken. Ja, ik zal zien. Ging met een bedroefd gemoed al door de straten dwalen. Ach, bleef zijn daad maar niet geheim. Ach, kon hij het maar verhalen. Vreemd.
Al wat ik wens is vrede. Juist. En nou een paard zonder hoefbeslag. Dat draagt niet meer. En ik heb niet. Je hebt wel goed gesproken, maar een oud paard, zo oud zijn het toch niet. Oud zijn of oud worden is niet erg. Als je kunt zeggen, ik heb iets goeds gedaan. Nou Skipper, ik wil iets goeds doen voordat ik oud ben. Ik wil vrede maken met Herwaar. Goed, we zullen vrede hebben. En daarvoor hebt u mij ontboden? Nou, eerst heb ik daarvoor die kaart laten tekenen die ik jullie zie. Lichies van den Aak heeft hem voor me getekend. Nou, die priester kan het hoor. Ik heb er geen spijt van dat ik hem heb laten studeren in Luik. Hij is een zoon in mijn partner, ziet je? Wat een kaart. Schip hier. Bokstel, de huizen, kasteel, de kerk. Juist, ja. Alles staat erop. En hier, de bossen bij Holland. En daar, Herlaar, zijn burg. Kijk daar, die stippenlijn. Schepen, die stippenlijn. Daarom heb ik u ontboden als schepen van Bokstel. Die grens is die goed getrokken. Wie zal dat zeggen? Die grens, daar is geen grens. Daar houden de jonge boeren de wacht bij Hult en Hal. S'nachts komt het Herlaarse volk en plundert en stikt branden. Hier, langs de Dommel. Ik wil met Herlaar onderhandelen om die grens nu eens vast te leggen. Het zit niet in de grens, het zit in de Dommel. De Dommel heeft te veel water. Herlaar tandt de Dommel af. Daardoor hebben wij last van overstromingen. En zij niet. Ik wil erover spreken. Dan zult u toch een andere kaart moeten laten tekenen. Hoezo? De Dommel heeft twee bochten te wijden. Klopt deze kaart niet? Wel zeker klopt deze kaart. Twee bochten. Zeer voorname bochten. Twee krullerige bochten. Ik zal het met wat speeksel bijwerken, althans voorlopig. De schip van Bokstel zal niet weten. Dobbelstroomt? Nee, maar ik weet niet of het nou zo... Ach, die verf loopt nog wel uit. Ja. Ik zal, als nee, ik naar huis kom, ik zal het met wat slijk. Hebben we een moeras bij Hult? Heer Eligius, blijf met uw knoeivingers van mijn kaart. Het was verkeerd getekend. Ziet toch dat... Het was toch te verbeteren geweest? Het was echt niet goed in Eligius. Ja, daar moet hij dan toch ook in stuk. Schepen, ga naar huis. Ik zal u laten ontbieden zodra dat nodig mocht zijn. Eligius gaat die stuk als ik roken. Jawel. Eligius. Ja, jawel. Geef me die stuk. Kom. Vrees dat de schepen gelijk hadden. Er zat een vergissing in. Dit stuk moet hier liggen. Ik zal een nieuwe kaart voor u tekenen. Misschien is dat niet nodig. Kan mijn schrijver toch vragen om dit op een nieuw stuk linnen te plakken? Het is mij goed genoeg. Kom, een man moet ook eens driftig kunnen zijn, Linus. Ja. Dit. Ach. De schrijver die zoekt het uit. Eligius! Ja, ja. Heb jij die doek van mijn dochter nog ontvangen? Ik wou juist iets zeggen over deze doek. Ah, nou, ik jou ook. Wat heb je met die doek aangevangen? Ik heb hem gebruikt als altaardoek. Op het Driekoningenaltaar, eergisteren. Zo? En ik deed een late mis. Een stille mis, ja. En er was niemand anders in de kerk dan de mis die daar. En toen. Ja, Eligius, het is al goed, het is niet erg. Wat? Ik had er een andere bedoeling mee gehad. Heb je hem iedere dag gebruikt op het altaar? Nee, alleen eergisteren. Wat bedoelt u dat het niet zo erg is? Nou, je weet toch dat ik
vrede met Herla zoek. Daar dient die kaart voor. Ik heb van de schepen wat inlichtingen nodig en ik heb jou daarbij nodig. Liedjes, gij kent immers Dirk van Herla. Gij gaat met hem, ja, niet waar? Weet u dat? Ik hoop niet dat u denkt dat... Het is geen probleem. Ik zoek zelf ook vriendschap. Sinds ik in Luik studeerde kan ik die burenruzies niet begrijpen. Liedjes, ik heb het voornemen om mijn dochter Maria ten huwelijk te geven aan Dirk van Herla. En gij moet me daarbij helpen. Ik denk niet dat me dat zal leren. Ik meen het in alle ernst. Ik hoor dat Dirk van der Herler anders is dan zijn vader. Ijverig en vriendelijk. Dat huwelijk zou me gerust maken. Je zou die kaart mee naar... Je zou er mee met Dirk over moeten beginnen. Ik denk niet dat... Je kunt een oude vriend dat moeilijk weigeren, Elikjes. Het is een hele eer zoveel te trouwen. Ik weet dat je het kunt. Ik heb er geen spijt van dat ik je liet studeren. Ik hoop dat ik met veel beleid zal doen. Mijn dochter is me heel veel waard. En haar geluk as. En wat die doek betreft... Ik had gedacht, je kunt die doek meenemen naar Herwaar. Ik vond het zelf... Ja, ik vond het wel een... Een mooie doek. Ja, het is toch wel een mooie doek, niet? Hij is met zorg gemaakt. Ja, maar is die mooi? Een vader ook is zo bedriegelijk. Het is de eerste weefsel. Het was een mooie doek. Het was een mooie doek. Wat heb je met die doek gedaan? Nee, het is een mooie doek. Dus die moet ik mee naar Herla nemen. Nou ja, dat was mijn plan. Ik heb het je alleen niet eerder kunnen zeggen. Dus ik moet naar Herla. Naar Dirk van Herlaar en dan zeggen, kijk, een groet van een jonkvrouw. Ja. En dan hij, van welke jonkvrouw? Behoorlijk. Van een die hem al zuchtende gemaakt heeft. Zo in die geest. Precies, je snapt het. Maar ja, nu je een altaarboek hebt gebruikt, zou ik je niet alsnog kunnen wassen en dan... Nee, dat... Oh, al staat de kerk dat niet toe. Ja, dat wel. Elikjes, ik zie dat er iets aan de hand is met je. Je bent eraan hecht, dat is het. Kom, geen woord meer over die doek. Een kasteelier is mij maar gewend om zijn zin te krijgen. Ik ben er helemaal niet aan gehecht. Oh, vader! God, die ellendige doek. Die wat? Ach, wat je zegt, is niet waar, maar waar is, zegt je. Ik heb u overal gezocht, vader. Dat was altijd gewoon hier, met. Zal zij het wel goed vinden? Zij heeft niets goed te vinden. Ik had juist een woord met mijn dochter te spreken. Liefjes, ik kom daar binnen bij. Lieve, dank je wel, lieve schat. Nou, goed dat je er bent. Ik had sowieso even met je... Ja... Weet je eigenlijk wel dat je een huwbare dochter bent? Bedoelt u daar iets mee, vader? Jazeker. Het is de plicht van iedere vader om voor zijn dochter een goede man te vinden als haar jaren gekomen zijn. Ik heb nog nooit zo ver gedacht. Ik heb hier alles wat ik wens. Ik wil hier altijd blijven. Ja. Toch komt er een dag dat je dat niet meer zult willen. Dat denk ik niet. Ik zal u altijd bij me willen hebben en mijn moeder in de buurt. Je zult doen als de vogeltjes, als de jonge vogeltjes, zo doen het. Eerst zitten ze vast aan het nest, zo vast dat het een wonder lijkt dat ze elkaar niet dooddrukken. Maar dan op een dag, dan vliegen ze uit. En alleen God weet waar ze blijven. Vogeltjes zijn vogeltjes. Maar ik zal zorgen dat ik weet... Waar je blijft. Maria, ik heb het voornemen om je ten huwelijk te geven aan Dirk van Herlaar. Zo! Dirk van Herlaar? Ja.
Dan mag ik zeker dienen om de vrede met her laten kopen. Gaat u mij ruilen tegen een paar stukken grond? Hoe kom je daar nou? Moeder heeft het voorspeld. Oh, moeder. Ja, ja. Soms gaat dat zo vroeg of in een ander land. Maar voor de heer van Boksel, hij zal zijn dochter nooit ruilen voor geld of goed. En als u die dochter niet verkoopt of ruilt, gaat u haar dan van de hand doen voor niets? De hemel heeft me die dochter toch ook voor niets geschonken. Ze begon pas te kosten toen ze was en groter werd. En wat kostte zij dan? Ja, kosten. Gewoon. Zorg en verdriet. Slapeloze nachten. Pijn. Dat ze de enige zou blijven. Tegenover haar heb ik me altijd te hard gevoeld. Of te teerhartig. Te hulpeloos. Of te doortastend. Te toegefelijk of te bruut. Maar nooit goed, nooit geheel goed. En daarom komt voor de heer van Bokstel zijn dochter op de eerste plaats. En dan Bokstel. En daarna dan de rest van de wereld. En toch gaat u mij wegdoen. Als ik haar zou houden, zou ik dat voor mezelf doen. En ik denk niet aan mezelf als ik iets voor mijn dochter doe. En dat is het helemaal waarom ik nooit weg wil gaan. Nooit! En toch, er komt een tijd dat het niet meer geldt. Heer Willem. Ik had u daar binnen verwacht. Blijft alles zoals afgesproken zeker, was? Zeker. Stemde zij toe? Luister, ik heb mijn dochter nog nooit om toestemming gevraagd. Als ik iets deed waarvan ik meende dat het voor haar best wil was. Goh. Maar heer Willem, wat moet ik dan met die doek? Scheid eruit met die doek. Ziet u nu wat u aanricht met uw mirakel? Nu voel ik me schuldig tegenover heer Willem. En dan moet ik ook nog een nieuwe linnen doek gaan kopen en naar Dirk van Herlaar gaan brengen. Ja, ja. Misschien dat je bij uw vriend Dirk van Herlaar je kunt ontdoen van last. Wat zijn dat voor signalen? Ik heb iets dat is alleen voor jou bestemd. Ah, lief maar op. Twee dingen. Heb je veel kwaad gedaan? Twee dingen zijn er. Twee. En allebei betreffen ze een linnen doek. En liedjes, je begint hier als een koopman die met stoffen werkt. En het gaat over deze doek. Deze doek eigenlijk niet. Ik kreeg een doek van juffrouw Maria van Boksel ten geschenke. En dat zeg je zo bedrukt. Alsof je hem op moest eten. Moest je maar weten. Dat Bokstelse kasteel is voor alle kanten goed. Ze hebben één in de wapen. Dat maakt ze zo bezig. Wat was nou de grap van die doek? Ik moest hem jou bezorgen. Dat is een betere grap dan ik gehoopt had. Ze geven jou iets ten geschenk. En ze bedoelen aan mij. Nou ja, daar zou ik ook druk voor worden. Geef mij je doek. Dan geef ik hem wel terug. Oh. Zie hier, een kosteloos geschenk van je vriend Dirk, die hem geschonken werd door zijn vriend Eligius, die het weer zijn geschenk heeft gekregen van ons beide vriendin, jonkvrouw Maria van Boksel. Zo is het niet. Neem hem dan aan als pand van eeuw getrouw en gebruik hem op de altaar. Bespot ermee! Wat moet ik anders doen? Wat voor plezier moet ik beleven aan een Bokselse doek die jou bedrukt maakt. Als ik nou kon goochelen, of thuis het water moest doen, het kopen koets of de melk aan schuren, maar nou echt genoeg. Kom op, Eligius, uw paard en jagen. Maar Dirk, weet je, ik...
Ik gebruikte deze doek als altaardoek op het Drie Koningen altaar, eergisteren. En ik had er geen erg in dat het iets anders de bedoeling was. Het hagelwitte doek. Het zuchtte en raden gewegen en ontbrengt met traantjes. Laat het mij toch zeggen, toen ik die mis aan het lezen was. Toen dacht ik, och wat jammer, dat ik die hagelwitte doek weer moet afstaan aan de ruwe knuister van mijn vriend Dirk van Erbaar. Dat wist ik toen nog niet. Dirk, het is mij allemaal ernst. Je hebt de boodschap goed gedaan, mijn vriend. En aan je gezicht kan ik aflezen dat het diep ernst is ook. Maar strijk maar de plooien van je wang en luister. Alle jonkvrouwen kunnen mij gestolen worden. En jonkvrouw Maria kan mij geroofd, geplunderd, gekookt en opgegeten. Hier, hou die doek. Neem terug. Nee. Neem aan. Als je daar kwaad wordt. Zeker. Altijd lichtzinnig. En mij was het ergens. En nooit laat je me uitspreken. Dat had toch geen nut? Dat heeft toch geen enkel nut? Geef mij die doek. Als het daarom gaat, dan kan ik in mijn paard weer drogen als het zweet. Ga je bij jou, mijn vriend? Ezies. Laat de vriendschap niet bederven door een doek. Oh, zal het mijn schuld zijn? Ik ga naar uw vader. Dat zal het leven niet kosten. Doe wat je wilt. Ik zal daar allicht meer redelijkheid vinden dan hier. Zeker wel. Waarom kwam ik ertoe om toen naar de oude heer van Herlaar te gaan? Ik had hem nog nooit ontmoet. Ik deed het niet om over het wonder te vertellen. Ik deed het om wat anders. Kunt u het begrijpen, Heer Gerard? Kunt u het begrijpen? Na mijn onderhoud met de heer van Herlaar reed ik terug naar het Bokselse kasteel. Maar het gerucht was mij al vroeg. Ah, Willem. Willem. Wat voor plannen koestert jij? Vrede? Niks anders. Oh. En waarom heb je Eligius van der Laken naar Herlaar gestuurd? Ik heb Eligius niet naar Herlaar gestuurd. Naar Dirk. Alleen naar Dirk van Herlaar. Alleen om hem te polsen over de eventuele kansen van een huwelijk in de toekomst. Alleen dat. En dat nog niet eens, want zijn gedrag beviel me niet. Oh, nochtans reed hij naar Herlaar vanmorgen met een doek. Willem, wat is er met die doek? Wel, heeft hij hem dus toch meegenomen? Het was maar de gedachte van een oude man. Hij scheen er nogal aan gehecht te zijn. Heer Gerhard, zei hij vanmorgen toen hij me achterop reed. Heer Gerhard, ziet ge deze doek? Die brandt me op het hart als vuur. Ik vond het wel overdreven, ik lachte ermee. En ik zei, geef mij die doek, dan zal ik hem blussen. Maar hij schudde het hoofd, wanhopig ontsteld. En hij zei, misschien dat Dirk het kan. In godsnaam bid dat Dirk het kan. Ik had hem nogal opgewonden weggestuurd met die kaart. Ging die naar Dirk van Herlaar? Ja, maar met een omweg over S. Mogen de hemel de goede woorden ingeven. Als hij zwaagt bij Dirk van Herlaar, dan ga ik zelf spreken met de heer van Herlaar. Ik,
Ik denk nog altijd dat er een redelijke kans is op een overeenkomst. Heer Willem, de schepen van Boksel vraagt hem. Geeft hem op dit tijdstip. Ja, heer Willem, hij vraagt dringend naar u. Hij maakt indruk van opgewondenheid. Hij zei toen binnenkwam dat de boeren van Boksel... Heer Willem, er komt een jonge boer aangereden van de kant van de Hult. En hij rijdt op zijn paard dat de tappen vanaf slaat. En hij zegt, Herra komt met manschappen. Herra komt met manschappen. Ja, met manschappen. En ik haal mijn paard op jouw schijn. En ik riep, hooivorken en dorstvlegels. Wat? Dat was het eerste wat er te binnen schoot. Zijn ze gewapend? Zijn het gewapende manschappen? Ik weet niet of ze gewapend zijn, maar anders zouden ze zijn. Is er gevochten? Zijn er branden? Ik weet het niet, heer Willem. Ik weet het niet, want er anders zou er in de buurt zijn dan gevochten. En wat anders zou er dan brand gesticht of het is verraad. De jonge boer is het nieuws aan het verspreiden. Geef me een bevel, heer Willem. En heel Boksel stroomt bij je met alles in de hand wat los zit. Het is een brutaal overmacht. Misschien is het geen ongeval. Is het die liedjes van de Haken? Heer Willem, ik kan u zeggen dat er vrede is. Leugens! Herra van Boksel binnen met gewapende manschappen. Wat ligt je me voor? De heer van Herla komt Boksel binnenrijden met zijn zoon Dirk en zijn vrouw rijdt naast. Ze zijn vergezeld van 10 ongewapende knechten. En is er niet gevochten? En zijn er geen branden gesticht? Nee. Het is mij te lang geleden dat Jan van Herla hier voet op Boksel bodem zet en met de handen in de zak. En hoe moeten we met onze boeren van Boksel wisten niets anders te doen dan de muts eraf te nemen. Overal waar de heer van Herla voorbij kwam. Ik ben vooruitgereden, heer Willem, om u te zeggen dat ik mijn opdracht vervuld heb. U wilde de vrede, het zal blijken dat de heer van Herla hetzelfde wil. Als u mij toestaat, wil ik nu gaan. Nee, hier blijven. Kip. Laat de valbroek ophalen. Stuur de wachter naar de toren. Deel wapenzak aan de knechten en de manschappen. Help me alles. Gerrit, jij gaat mevrouw waarschuwen. De dienstmeiden samenbrengen. Met Maria heeft beneden komen. En daarna de schrijver met de kaart. Ah, dat laatste heeft in ieder geval één. Ja, dat eerste ook. Geerte, laat eerst de klok luiden, zodat die knechten binnen kunnen komen voordat die valbroek wordt opgehaald. En breng me een zwaard. En welk bevel, heer Willem, is het voor de inwoners van Boksel? Geen enkel. Maar ze zullen onrustig worden. Dat kan geen kwaad. Zal ik dan gaan melden, heer Willem? Dat wordt hier niet gemeld. Hier blijven. Laat het zijn wat het wil. Maar hij zal me hier niet overvallen. Als de heer van Herlaar de moed heeft ongewapende Boksel binnen te rijden, dan moet je die moed hebben de valbrug over te laten. Moed! Hij was altijd onbetrouwbaar. Zijn vrouw rijdt naast hem. Schepen, laat maar. De brug was gebroken. Waar is Maria? Heb je Maria niet meegebracht? Die is gekleed. Die was toch gekleed? Hier moet ze zijn, ga haar halen. Ze zal zo wel komen. Geen uitstel. Komt Jan van Herla? Ja, Jan van Herla komt, ja. Met gewapende manschappen. En ik had graag dat je bij me bleef. Ik word altijd zo driftig als ik die Herla zie. De dienstmeiden moeten in het dienstvertrek, had ik gezegd. Nee, deze niet. Elietjes, waarom zo teruggetrokken? Hè? Het was immers uw werk. Uw slecht en onderdacht werk. Ik ben van meer belang dan ik dacht, als ik er niet bij gemist van. Ja, maak je geen grappen. Ga naar je moeder. Heer Willem. De wachter zal een signaal blazen zodra hij daar in aantocht is. Dat is goed. Schrijver, het was jouw werk. Slecht en onderdak werk. En je kende mijn bedoeling. Voeg het bij de anderen.
Schrijver, papieren op tafel. Neem maar dat iedereen er is. En dan kan Eligius nu uitleggen wat hier de bedoeling is. Dit de heer van Herlaag komt u vrede aanbieden. En zijn zoon Dirk? Die, ik heb maar kort met hem gesproken. Hij komt alleen omdat zijn vader het wil. Dan heb je mijn opdracht dus niet volbracht. Daar blaast Jan van Herlaar zo'n waar bol. Geert, is de valbrug dit? Dat was de opdracht, heer. Daar is Herlaar al. Heer Willem! Rijk bedankt! Zo, nog altijd vol achterdocht? Wel, vijf zijn er hier, de rest waren de boer, bij de paarden. Maar zeg mij waar gij ze hebben wilt. Hier, of in de paardenstal, of in de keuken, bij de dienstpijn. De paarden in de stallen en de manschap in de poort. Mannen, de paarden bij de ruif en de mannen dobbelen in de poort. Hij staat. Geef me de hand. Je zei een dapper man. Dapper, niet meer. Vroeger, dat weet je, ik heb vaak gedroomd jou te ontmoeten tussen Herlaar en hier, beide met een stuk ijzer in de hand. Maar mijn adem wordt kort, mijn rug wordt stijf, ik is stijf voor vrede en word oud. Ah, oud. Maar uw vrouw daarentegen blijft nog altijd even jeugdig, niet? Ja, ja. Zoals de mijne. Kom vrouw, de groet vrouw Mechtels van Herra. Het zal mijn schuld niet zijn, vrouw Mechtels, als het geen vrede wordt. Buren twist, dat is een ruw en onbetamelijk bedrijf. Ach. Zolang de vrouwen vriendinnen zijn, kunnen de mannen toch geen ruzie maken. Amen, amen zeg ik, want dit is meer een wens dan een waarheid. Daar, mijn zoon, Dirk. Ja. En daar, mijn dochter. Maria, mijn enige. Hij is mijn enige ook. Ik ben zo bang voor hem dan voor mezelf. Want als hij zijn hals brengt, dan sterft er heel geslacht. Als ik het doe, alleen de oude man. Ja, dat gelukkig jij. Uw naam en geslacht zal voortleven, maar ik, in mijn geval, ik hoop dat er wat goeds van mij in mijn dochter zal voortleven. Iets goeds als ik het heb. Maar hebben is een lelijk woord. Ja, behalve natuurlijk als ik zeg, ik heb een kind. Maria, mag ik hem af? Wel allebei. Wat is er, moeder? Mijn bloed stond stil. Ik wist niet waar ik was. Jongvrouw Maria. Vraag mij maar niets in, Dirk. Want ik zou het antwoord toch niet weten. Ik ben zo licht. Laat mij dan bij de handen nemen. Voor geen rechtsschrift als een geest. Hier is mijn hand. Ik wil niet van u weg. Nooit meer?
Nee, nooit meer. Als jonge harten wakker worden, is het als voorjaarslucht. Al het oud zeer vlug weg als bleke schimmen. Die kaart hier. En zonder tal bij grens getrokken, haastig, anders heeft die grens geen zin meer. Hoezo geen zin meer? Kijk die twee, herlaren borstelzaal. Ja, dat is toch ver af. Als mijn oude ogen het goed gezien hebben, moeten wij ons haasten. Of zij zijn ons voor. Was dat uw opzet, herlaar? Opzet? Ja! Wat opzet? Nou, dat u zo direct hier mijn dochter het hof komt maken, om zo borstel aan uw naam te krijgen. Dat geeft de achterdocht u in. Nee, uw haastigheid. Mijn haastigheid! Wie maakt hier het begin? Ik zond een man om uw zoon Dirk te polsen deze morgen. Alleen uw zoon en alleen maar polsen over de kansen van een eventueel huwelijk. Maar dat is toch... En nauwelijks zijn die woorden opgenoemd of... Herra staat hier vierkloos te paard om bokselen te nemen. Yeah. Oh. Nee! Oh! Nee. Het liefst reed ik weg om je nooit meer terug te komen. Maar het is zo onwaar. Waar is die man, Elidius? Ik meende, ik dacht dat ik de wens van de heer Willem volbracht als ik met u over de vrede sprak. Je had alleen opdracht voor heer Dirk. Ik gaf weer Dirk de boodschap. De doek, dat was de afspraak. Hij gaf me deze doek. Oh ja, mijn doek. Maria, ik ken de hand nog niet die deze doek gemaakt heeft. Maar nu wil ik hem bewaren, zolang als ik leef. Wat doet je mijn dochter onrecht? Want zij heeft deze doek niet gemaakt. Zij niet. Elidius is een andere. Maar ik kreeg hem van Elidius. Ik gaf hem aan Elidius als geschenk. Mijn vader... Oh. Elidius, wat is er met die doek? De doek die ik ten geschenke kreeg van juffrouw Maria, heb ik op uw verzoek geschonken aan de heer Dirk van Hella. En was dat dezelfde doek, Elidius? Ja, dat maakt het veel uit. Maar deze... Deze is een andere. Vrouw! Dit is een andere doek. Vrouw, dat ziet je. Met welke rust Herlaar bezield is. Dat neemt u daarnaast voor een verkeerde doek mee. Zo'n onnozele doek. Wilt u nu vrede? Die heeft nog tijd. Die doek, die heeft tijd. Alles heeft tijd. En zolang ik leef, blijf box voor mijn gebied. En bepaal ik aan wie ik mijn dochter zal schenken. Oh, geef ze aan de wasschalen. Of geef ze aan een parkboer en haal een heel boksel uit het slippen van haar kleed. De paard hier. Vader, wij blijven. Geen ogenblik. Geert het nooit van boksel. Geert het brengen de paarden. Och, wat een korte vriendschap. Altijd zo driftig, hè? Willem, beheers u. Roep ze terug. Ha, terugroep. Ik heb Erla nog nooit geroepen. Ja, dit is allemaal een misverstand. Waar is Elidius? De manschappen kunnen Herlaar bewapend en te paard begeleiden tot aan de grens. Kom hier, Herlaar! Kom hier, man! Koppelmans. Uw plaats, schepen, is in Boksel. Kalmeer het volk. En ik zeg allen goede dag. Die dwaze drift altijd Willem! Herinner wat te doen? Heen gaan, anders niet. Ja, Dirk, gaat het ook weg? Kan ik niet met u mee? Kan ik niet achter op uw paard? Wat helpt het? Bokstel? Herlaar? Heel de wereld is vol twist en onder. Moet ik dan hier alleen? Maria, het is niet voor lang. Ik heb vandaag een nieuw woord geleerd. Het is, ik heb je lief. Spreek mij eens na. Ik heb jou lief.
Maria, ik denk dat als twee mensen dat zeggen, al zitten er duizend zetels, komen ze toch bij elkaar. Duizend zetels, dat duurt nog zo lang. Wat is er met die doek? Is dit uw doek? Nee. Vervloek die doek dan, hier. Morgen al. Als Elisjes hier was, die wist het al. Dirk, je moet hier niet blijven. Als vader u ziet, ik zal u nooit vergeten. En ik jou niet. Mannen van Bokstel bijeen zijnde, hebben wij, Arkoppelmans, schepen van Bokstel, opgedragen u de volgende mededeling te doen. Ja, en ik zou er vooraf aan toe willen voegen dat het vrouwvolk niet van schrik op de schorten moet bijten en moet huilen. U de volgende mededeling te doen. Bewaakt uw hoeven en uw erven. Laat de bandhond s'nachts losliggen op de dorpels van uw deuren. Laat het vee in de stal overnachten. Laat de mannen een wapen dragen in de avonduren en de vrouwen dezelfde tijd in huis blijven. Wees gewaarschuwd. En de reden daarvan is dat ondanks alle welgemeende pogingen van de heer Willem en mijzelf, herlaar heter is dan ooit. Er wordt vee geroofd in Hult en Hal. De dobbel is afgedaald en stroopt over. Verschillende korenmeiden staan in brand. En het is wens van de heer Willem dat Bokstel zich met kalmte weert tot deze herlaarse wildheid over is. En de klok zal niet meer luiden. De klok in de toren is alle dagen stil. En dat is ook reden van deze ring. Als de klok luidt, moet al wat man is met wapens te hoop lopen op de markt. En de vrouwen moeten bidden dat de klok niet luiden zal. Dat was het. Ja. Na een maand hangt er nog een rode schijn in de put. In de waarheid was de put vol helder water. Oh mijn God, wat heb ik de waarheid vertroebeld. Ja. Ja. Ik had je gevraagd mijn boodschap te verkondigen. Maar je hebt niets gedaan. Door je angst zie je slechts schimmen. Waar wacht ik op? Dirk? Ja, je ziet het goed. Ik ben Dirk van Herlaar. Verkleed in Bokstel. Dirk. Misschien.
Eligius. Valt er nog een huis te bouwen uit de puinen die hij ons achterliet? Ik. Ben je verbaasd me hier te zien? Ik kan niet wachten tot er niets dan ellende is. Ik had je niet meer verwacht, wel in het begin. Toen had ik jou verwacht om uitleg te geven. Met één hand bood je me geluk aan en met de andere ongeluk. Waarom kwam je niet? Het had zijn reden. Ben je nog wrokkig? Wij zijn niet als vrienden gescheiden toen jij mij die doek kwam brengen in Herlaar. Hoor je dat soms spreken? Nee, Dirk, nee. Waarom dan die dag naar mijn vader gegaan en vragen voor een vrede die niet rijp was? En waarom was de andere doek? Ik heb het goed bedoeld. Ik heb geen geduld om op die kans te wachten, Eligius. Ik zou niet als boer verkleed gaan lopen in Bokstel als de onrust niet groter was dan mijn afkeer. Jonkvrouw Maria schreef mij over een bond die gesloten is tussen Bokstel en Merheim. Merheim! Een oud plan. Is dat weer... Met nieuw vuur aangeblazen en groot opgezet tegen Herlaar. Ik wist het niet. Och, het zal... En dat is nog het ergste niet. Jonkvrouw Maria zal ten huwelijk gegeven worden aan Floris van Merheim. Nee, dat is niet mogelijk. Dus. Zeker. Ziet je dat niet? Bokstel moet sterk zijn. Maar ik wist het niet. Dat is... Wat moet ik doen? Zij moet vluchten. Vluchten? Eligius, heb je dan helemaal niets in de hand? Al die onmin en tweedracht, dreigingen met oorlog. Zou het er geweest zijn zonder jou? Dirk, je kan niets doen. Waarom niet? Is het wrok? Is het nijd? Teleurgestelde ijdelheid? Angst? Of een boos opzet? Of een kwaad dat je deed er nog bij? Maar is het zo groot? En donker? En zwart? Dat alles er duister om worden moet? Bokstel? Herlaar? Heer Willem? Mijn vader? Maria en ik? Vroeger waren we vrienden, Eligius. Wat voor een boze geest is er jou opgestaan? En als jij het zelf niet zei, wie dan? Wat dan? Waartegen moet ik vechten? Of vluchten? En voor wie? En waarom? Ik meen dat alle waaroms bij jou uitkomen. En waarom zwijg je dan? Dirk, ik weet toch dat ik met één woord alles terecht kan brengen. En dat woord wil ik nu uit gaan spreken. Waar ga je heen? Voor jou begint dan het geluk en voor mij de ellende. Maar dat laatste maakt niets uit. Wat ga je doen? Naar het kasteel. Bied dat het niet te moeilijk is. Kom je morgen terug. Nog een tijd. Als Merijn mijn bondgenootschap wil, alleen als die onze dochter erbij moet hebben,
Als je daarbij ook nog aandringt op haast en ik van haast niet gediend ben, wat moet ik dan doen? U antwoord haast te geven, maar dubbelzinnig. Maar zijn eis is ondubbelzinnig. Beide of niets. Uw antwoord is iets van beide. Stel het op schrift en zeg, hier zullen we ons aan houden. Beloof en wil, maar kleed uw belofte in met als en mits, indien en voor zover. Dat ligt niet in mijn mond. Het liefst zou ik weigeren. Alles ineens. Wat zegt mijn Merijn? Wel, weigeren dan. Nee, maar mijn verstand zegt nee. Merijn en ik samen, dat ben ik te herhalen. Het is mij te doen om rust. Dat stemt toe. Maar hier zal ik ooit een man moeten hebben. Ja, maar een van Merijn, die is Floris van Merijn. Mijn dochter aan een wild vreemde. Dat moet ik doen. Niets doen. Hij komt vandaag. Uw antwoord uitstellen. Maak toespelingen op reizen. Zit speel op een vang brieven. Weer vang vergeetachtig. En spreek mezelf tegen. En doe namen. En slik ze in. Ach, vrouw, dat kan uw man toch niet? Zijn woord was nog altijd open en oprecht. Zo hard als mijn schedel, zo week is mijn hart. Dit trekt me hier en dat daar en ik zwalk er tussenin. Ik weet niet meer of ik moet kiezen voor vriendschap of voor vrede, voor het verstand of voor het hart. Gij zijt een man. Mannen willen altijd kiezen tussen het goed en het kwaad. Ze kiezen het goed of wat ze daarvoor aanzien. Maar een vrouw kan erin berusten te kiezen tussen twee kwaden. Omdat ze duldzaam is. En ze bereikt altijd wat ze kiest. Dat is haar voordeel. Kies jij dan? Ik zie nergens iets goeds. Het minste kwaad is spreken met Herlaar. Met Herlaar? Spreken met Herlaar? Daar valt niet mee te spreken. Dan spreekt het ijs. Dat is het ergste kwaad. Verdomd! Dat ik kies dan! Vandaag als ik ga jagen met mij, of anders morgen, maar eens toch, ik hak die zorg door. Willem, geen drift ken je jezelf niet? Nee, soms niet, nee. Heer Willem! Ja? De priester Eligius van de Aken vraagt me. Daar ben ik niet van geniet. Wacht, Geerte. Willem, laat hem komen, spreek met hem. Het zit me niet. Doe het. Als het zo van belang is dat iemand te melden heeft, dan had hij een maand geleden moeten spreken. Jij hebt me om raad gevraagd en nu is het mijn raad. Spreek met hem. Oh. Dus jij ziet daar nut in? Zeker. Echt waar? Dan spreek ik zelf met hem. Ik geef het, haal die man! Dus kunt u me bij de heer Willem brengen? Die is zojuist weggegaan. Om u niet te hoeven zien. Neem in zetel en vertel mij wat u hard bezwaart. Toe, ga hier zitten. Ik wil heer Willem spreken. Zo intens, zo dringend, zo ogenblikkelijk. Zeg het dan. Ik ben benieuwd te horen wat het is met die doek van mijn dochter. Ik wil heer Willem alles vertellen over deze doek. Zo? U weet niet wat het betekent voor mij om die zin uit te spreken. Als het grote woord dan toch gesproken moet worden, zegt u de rest tegen mij? Dat kan ik niet. Kunt u dat niet? U hebt wel de doek kunnen omhuilen, omdat u onze doek zo mooi vond voor uw altaar. En je hebt wel kunnen liegen. En je hebt wel een maand kunnen zwijgen, terwijl het twist
en bloedvergieten draait. Zo is dat niet. Oh nee, er is nog veel meer. Eerzucht. En ijdelheid om de man des vredes te zijn. Ik wil Heer Willem spreken. Een vrouw vergis ik niet. Ach, die arme pogingen om de waarheid te omzeilen. Geef het toch toe. Ik wil Heer Willem spreken. Vertel het dan aan het gras en de bomen. Dan is er tenminste iets dat weet waarvoor ons geluk op de vlucht moest. Toch heb ik u iets te zeggen, heer Liefjes. Heer Willem. Ik ga vanmiddag jagen met Merm aan de kant van Herwaard. En ik hoop daar Jan van Herwaard te ontmoeten. En van wat er dan gebeurt, Liefjes, kunt gij niet zeggen, ik ben er al schuldig aan. Als u alles wist, dan zou u zo niet spreken. Heer Willem. Man, ga daarvan zou jij niet kunnen zeggen. Ik ben er onschuldig aan. Wat er ook gebeuren zal, dan zou jij niet van kunnen zeggen. Ik ben er onschuldig aan. Dit is de kerk Moksel, vrouw. Van mij af tot hier op onze tocht hebben wij niet zo'n kerk gezien. Kijk. Als de bouwtrand kun je zien dat hier een welvarend volk woont. Een vroom volk, zou ik zeggen. Zie eens welke toren. En het is vruchtbaar land. Het koren staat hier hoger dan in Merheim. En de huizen zijn beter onderhouden. Oh, als ik de hertog was, dan wist ik het wel. Floris, vraag die jonge broer de weg naar het kasteel. Hé, hey, mijn man, wijs ons de weg naar het kasteel. Ach, vraag dat een duivel aan. Die heeft de kastelen gezaaid, zeggen ze. Dat is een verduiveld raak antwoord, Floris. Ik mag dat wel, die helden antwoorden. Kom aan, vrouw, wij vinden het zelf. Ik zal hem leren. Sla hem niet dood. Hij kan nog veel arbeid verzetten. Floris, kom mee. Ach, hij heeft de jaren. Is alle vee zo vatsig in de boksel? Fort, loop voor mij uit naar het kasteel. Als jij Floris van mij niet was. En je vroeg de weg naar een ander kasteel. Op een andere tijd. En ook met een ander gezicht. Als jij wist wat mijn eigen leven me soms waard was, dan zou je banger zijn voor jou. Pa. Oké, dan. Met de blote vuist. Dirk!
Dirk, hou op allebei! Hou elkaar uit elkaar! Dirk! Niets wat er meer pijn is dan te zien vechten! Ga uit elkaar, houd op! Wat moet ik dan? Floris van Merheim. Nee, dat is Floris van de Merheim als hij een bokstel aan kon beginnen met overlast aan te doen. Hier, neem een zwaard, steek het op en rijd weg. Ik heb er spijt dat ik ben. Zwijg toch stil, jij. Jij moest in de herlaag zijn. Wat doe je nog hier in Boksel? Kom. Ik leen je mijn paard en rij naar herlaag. Eerst zekerheid. Niet zo zeker. De heer Willem van Boksel gaat jagen met Merheim aan de kanten van herlaag. Als hij nu kwaad komt. Voor ieder wat schrammen dan. Jij zou een woord gaan uitspreken. Schrammen, zei je. Ja. Maar voor dat woord is er geen tijd meer. Rij nu naar herlaag om een openlijke strijd te voorkomen. Jij kunt het. Kom dan terug. Kom, ik geef je mijn paard. Nee. Dirk, we kunnen hier toch niet blijven afwachten. Als ik het zelf kon doen, zou ik zelf naar Hella rijden, maar mijn zin zal ze nog wilder maken. Rij naar Hella, jij kunt het. Kom dan terug en ik zal je alles uitleggen. Nu is daar geen tijd voor. Ik blijf in Boksel. Dirk, ik doe het voor jou. Ik heb vanmiddag gevraagd Maria van Boksel bij me te komen. Ik zal met haar een uitweg weten te vinden. Ik zal haar alles uitleggen. Ja, maar daar hoor ik ook bij. Nee, het is niet zeker dat zij komt. Misschien zal zij mee moeten op de jacht, misschien zal zij niet willen komen. Elias, in dat geval trek ik mijn eigen plan. Jij jouw zorg, ik de mijne. Dirk! Elias. Elias, men zegt dat de heer van Boksel op jacht gaat, tezamen met de heer van Merheim, hun vrouw ook. En men zegt dat ze zullen gaan jagen aan de kanten van Herlaar. De jachtstoet trok naar Herlaar, maar het was een vreemde stoet. Een stoet met gewapende krijgers. Elias. Kunt gij dan niets doen? Nee, ik niet, nee. Ik kan het niet helpen. Elias, Herla briest van woede. Mijn broer Willem is koppig van drift. Ik wil je niet beschuldigen, mijn jongen. Maar iets heb je niet goed gedaan. Oh ja. En iemand moet de schuld krijgen. En Elias is daar goed voor. Ze was er goed genoeg was om voor de heer Willem zijn dochter een man te zoeken. En toen hij wilde zij niet. Toen zij wilde hij niet. Alleen omdat het te haastig ging. Maar een bokser stelt mij liever uit. Dwalen en tonen en afwachten en uitvlucht te zoeken. En als daar hem iets mislukt en anderen de schuld geven, staat die bedroevend klein. Een ruzie van jaren en jaren. Hoewel, Boksel is de wereld niet. Al zijn moeilijkheden kunnen in de holte van een hal. Je blaast erop en weg zijn. Veeleer zal men het tegendeel beweren. Omdat men onwillig is. Niet wil inzien of niet kan. Domheid, stuursheid, bekrompenheid. Gij meent dus dat gij geen schuld hebt? Staat dat op mijn gezicht? Nee, maar uw antwoorden trachten mijn vragen vaak op een dwaalspoor te geleiden. Gij wilt mij niets verbergen. Wat zou er te verbergen zijn? Wat was er met die doek die jonkvrouw Maria me meegaf voor Dirk van Herlaar? Die gaf hem daarvoor niet. En waarom was het een andere doek?
Was het een andere doek? Ja, het was een andere doek en jij weet dat het een andere doek was. Een vrouw heeft dat gezegd. Een vrouw die hem nauwelijks gezien had, zei: het is een andere doek. Lilius, waarvoor vlucht jij toch? Wat is dat voor een angst? Wat is dat voor een angst die de tiran is van uw gedachten? Die ze wilde schoonmaken doet alsof je erachterheen jaagt met een zweep. Als ik zeg dat jullie me toch niet begrijpen. Maar met Gods hulp zou het toch kunnen, wellicht. Zit nog dieper dan de bodem van die put. Toen zei de Lilius, bevrijd uzelf van die angst. Zeg het. Ik heb eens, toen ik een mis aan het lezen was, de kelk omgestoken. Vol met heilig bloed. Dat is mij ook ooit overkomen. U hoopt? Ja. En wat deed u toen? Wel, wat de kerk in die omstandigheid voorschrijft. Ik nuttigde de druppels die over waren en ik vroeg de koster een tijl met helder water te halen en daarin waste ik het altaar in uit. Maar deed gij zo niet? Ja. Ik waste het linnen ook. Maar deed u niets anders? Was dat alles? Ik stelde de koster nog gerust. Ik zei hem, laat die tijd in de sacristie, het zou ons nog een keer kunnen gebeuren. Maar u zelf, was u gerust? Het was een ongeluk, Eligius. Zeker was ik gerust. Bij mij was het geen ongeluk. Ik was te haastig. Ik was schuldig, voor mij was het een straf. Oh, voor mij misschien ook. Sindsdien ben ik bezorgder. Ik bad die dag een kruisweg voor eerherstel. Bij u was het geen straf. Ja, tenminste een vermaning dan toch. Eligius, het heilig misgewaad is geen harnas tegen sleur en slordigheid. Je bent nu gewaarschuwd. Je weet in ieder geval dat ook gezalfde handen slordig kunnen zijn, haastig, onhandig. Wanneer is het gebeurd? Zowat een maand geleden. Oh, en je hebt sindsdien toch misgedaan? Ja. En elke dag? Ja. En was je dan voortdurend angstig dat het u nog eens zou kunnen overkomen? Jazeker. Wel nu, mijn jongen. Dat is niet goed. Bezorgdheid, aandacht, zorgvuldige aandacht, jawel, maar angst. Eligius, bevrijd uzelf van die angst, bid een lange kruisweg en vergeet dat uw eigen kleine zorgen omwille van de grote die ons allemaal aangaan. Doe het, laat het waaien op de wind, mijn jongen. Doe het. Zien wij elkaar vanavond weer? Heer Gerhard, Eligius, kan God een wonder doen bij wijze van straf? Een wonder bij wijze van straf? Hoe bedoelt je dat? Ja, wat ik zeg bedoel ik. Een wonder bij wijze van straf. Ik meen dat hij dat kan. Als ik denk aan de plagen waarmee hij de farao van Egypte strafte. Ja. 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 Dat is duidelijk dat hij dat kan en soms ook doet. Wat wilt je daarmee? Wel nu dat ik de poorten van het doolhof wel heb opengezet. Maar het doolhof is dieper dan ooit, ik weet er geen weg meer in. Maar ik zal toch maar een kruisweg gaan binnen. Dat zal wel duidelijk zijn, nietwaar? Doe dat.
Of ik daar mijn straf mee af kan dwingen, dat denk ik toch niet. Zou ik 3 dagen moeten wachten? Of 3 maanden? 3 maanden, Dirk? In die sloot langs de weg? Ja, niet in die sloot. Ik zou me verhuurd hebben als knecht bij mijn moeder in de buurt van het kasteel. En ik zou iedere dag uitgereden hebben met een hooiwagen. Torenhoog voor hooi. En dan zou ik naar bovenin klimmen om over de muur te kijken. Jawel, mooie boer ben jij met zo'n kanden. Ik zou me dan de zwart hebben gemaakt. Direct? En gestrand. Wat? Waarom luidt die klok zo? Ja, omdat ze aan de klokken kan trekken. Nee. Het is de doodsklok voor boksen. Ach. We gaan ze vaak oude mensen dood in boksen. Maria. Zul je me altijd trouw blijven? Jawel. Ook als je vader anders wil. Ook als hij wil dat je trouw het voorst van mij. Dirk. Mijn vader is een goede man en heel wijs ook, maar een meisje telt maar weinig mee. Soms neem ik hem dat kwalijk, maar nooit voor lang. Er komen mensen aan, Dirk. Maria, ga met mij mee naar Herma. Nee, verberg je, ze zullen je zien. Vlucht met mij mee naar Herma. Nu niet, Dirk, ik moet naar Eligius. Ga je weg voordat ze je herkennen. Luistert, mannen en vrouwen van Boksel, luistert. Ik ben de heer van Meheim, de vriend van uw heer, van uw geliefde heer Willem van Boksel. Geen groter man dan hij heeft er in eeuwen uw kasteel bewoond. Geen man zo wijs, zo krachtig, eenvoudig, doortastend en goedig. Een vriend voor zijn onderhorigen en knechten en een voorbeeld voor zijns gelijk. En ik spreek deze woorden uit en ik weet dat hij, zo bescheiden voor zichzelf, mij niet meer zal tegenspreken. Zijn mond is gesloten voorgoed. Mannen en vrouwen van Boksel, hier brengen wij uw heer. Gedragen op een lijkbaar, dood en stil. Gedood en overvallen uit een hinderlaag en doorstoken door de hielen van Herlaar. Mannen van Boksel, de klokken hebben geluid. Trekt uw wapens aan. Ik, heer van Merijn, neem het bevel over u in handen.
Dat is het contract wat ik sloot met uw heer voor zijn dood. Hier is het document. Ik neem het bevel over Bokstel en de voogdij over zijn huisgezin. Haalt uw wapens, roept alle weerbare mannen bijeen. Wij zullen niet rusten voordat dit gebroken is. Maria. Gaat gij weg? Zonder een groep? Zonder mij iets aan te zien? Maria. Ook al ben ik de zoon van de moordenaar van uw vader. Zie mij iets aan. Het zou een teken zijn dat ik naar velen... Lange maanden misschien nog eens terug zou mogen komen. Misschien dat... Ik weet toch dat er eens een dag zal komen, dat ik het zal kunnen vertellen. Maar dan moet ik van binnen eerst tot de grond toe zijn afgebroken. Ik houd van Bokstel. Veel meer dan jij geloven kunt. Maar alles doet me zoveel pijn. Dat ik niet oud worden kan. In mijn binnenste hebben duizenden gedachten ruzie gemaakt. 50 jaar lang. Maar ik heb altijd gezwegen. 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 15 jaar geleden is dit plotseling wonder gebeurd. En niemand die het weet. Ik las de heilige mis op het Drie Koningen altaar. Stiet de kerk om
over het altaar. De wijn was wit. De doek werd rood gevlekt, alsof het bloed was. Het bloed des Heren. Ik wist het altaar doek te verbergen. Na de mis ging ik hem wassen in de brompen bij de dom. Maar de vlekken gingen er niet uit. O God, vergeef me. Nu hoort hij allen, die van het spel genoten. Het was een spiegel die het spel u bood. Voor jong en oud, voor klein en groot, voor u en ieders leven. Zeg nooit Elias was laf. Oh nee. Zoveel vielen met grote schuld en kleine straf. De kwaadste oorlog speelt zich af in het diepste van de ziel. Gij allen die van het spel genoot, wie heeft er nooit misdreven? Wie werd er nooit van schaamte rood? O kostbaar bloed dat God vergoot, dat moet ons veel vergeven.